Nou, we zijn hier op de Meander 41. Een vrijstaande woning, superleuk. Ik heb de sleutel gekregen en ze zeiden, doe alsof je thuis bent. En dat laat ik me geen twee keer zeggen. Het is een woning van 204 vierkante meter oppervlak. 5 slaapkamers, jacuzzi, zwembad, buitendouche. Eigenlijk alles wat je zou willen hebben. De sportschool niet te vergeten, hè? Je hebt een gym. Alles wat je zou willen zit in dit huis. En wat heel veel mensen vergeten bij het bezichtigen van een huis, is op de bank zitten. Dus het eerste wat ik even ga doen, is op de bank zitten. Laat er nou net een wijntje klaarstaan. Kijken jullie even rond. Ga ik even genieten. Ik krijg spontaan zin om te vissen hier. Of een bootje, zou kunnen. Het gaat hier om een woning met een vraagprijs van 785.000 euro. Ik ga nu boven jullie een sneak preview geven, maar de woning komt pas echt tot zijn recht als je langskomt. Heerlijk wijntjes overigens. Ik vind het tijdens de bezichting altijd van belang om niet alleen de positieve dingen te vertellen, maar ook de negatieve dingen. En ik vind het altijd even belangrijk om te melden, waarom wordt de woning nou te koop aangeboden? Om nou te beginnen met de negatieve dingen. Ik kan eigenlijk niks bedenken en als ik dan toch iets moet bedenken, dan kan ik alleen bedenken dat je af en toe de bladeren uit het zwembad moet vissen. En dat de jacuzzi het enige onderhoud nodig heeft. Op het moment dat we het gaan hebben over waarom wordt deze woning nou te koop aangeboden, want je hebt hier alles. Ja, heel simpel. Het is een aannemer die hier woont, zag een nieuwe kans samen met partner en zijn verliefd geworden en gaan dus een nieuwe uitdaging aan. Hier in deze wijk, De Nolle, vindt het geweldig om hier te wonen, dus blijven hier ook, maar gaan verhuizen. Ze hebben in de loop der tijd, 2012 hebben ze dit gekocht, hebben ze alles verbouwd. Toen ze hier de sleutel kregen is er gelijk een enorme aanbouw geplaatst. Zijn zonnepanelen geplaatst. De laatste aanbouw die dateert van 2020. Voor de rest, kijk zo meteen nog eventjes buiten. Ik ga kijken of ze boven een zwembroek hebben liggen. Want ik zie een zwembad en die ga ik even testen. Zwembroek gevonden. En ik ga duiken. Is dit nou wat jij wil uit je werk? Oh, koud. Neem dan contact met eens op. Kijk, jullie even verder.
Dit is nou echt ontspannen. Wil je dit nou ook? En na het zwemmen, na de jacuzzi, nog even afdouchen bij de buitendouche en dan lekker naar binnen. Ik blijf nog even zitten. Weer inmiddels weer opgedroogd en afgedroogd. Ik ga nu aan de voorzijde bord plaatsen. Mocht je deze woning willen bezichtigen, Meander 41, hij staat nu op Funda. Neem gerust contact met ons op. Mocht je dit nou een leuk filmpje vinden, deel hem dan alsjeblieft en help ons deze woning zo goed mogelijk te verkopen. Mocht je de filmpjes sowieso leuk vinden, like onze pagina dan, abonneer op ons kanaal en dan ga je vaker van dit soort filmpjes zien. Leuk dat je gekeken hebt. Ik ga het bord plaatsen en ja, wie weet tot zo. Wat een gastvrije mensen. Ze weten het niet, maar ik heb gezwommen. Ik heb in de jacuzzi gelegen. Ik heb nog even van de zon genoten, want het is een zonnige dag. Nu alleen het bord nog. En dan kunnen wij beginnen. Zo. Het bord staat. Feest kan beginnen. Ik neem mijn hamertje mee. En wie weet, tot ziens.